Wil Tura werd zondag 75 en dat werd gevierd met een groot concert in zijn geboortestad Veurne. De zanger werd er op 2 augustus 1940 geboren. En hoewel de zanger al jaren niet meer in Veurne woont, liggen zijn roots er wel. Wil Tura is Veurne nog niet vergeten en Veurne zal Wil altijd met open armen ontvangen. De 5000 tickets voor het concert van de keizer van het Vlaamse lied waren snel uitverkocht. Het concert werd live uitgezonden op Radio 2 en ook op 1 kon je een deel van het concert volgen. Maar niet zo leuk als live in Veurne gaan kijken, dachten de 5000 aanwezigen. En dat deden ze. Genieten, van begin tot einde, want Wil Tura zong tijdens het concert al zijn grote hits. Afsluiten deed hij met Ik ben een zanger, wat wij daarmee zijn vrouw Jenny misschien niet duidelijk maken. Wil Tura wil het vanaf nu wat rustiger aandoen, maar of dat effectief zal lukken zal de komende maanden en jaren duidelijk worden. Wil Tura heeft namelijk nog een cd af te werken. Na het concert kregen de aanwezigen in Veurne een oorverdovend vuurwerk aangeboden.